tijdens de date heb ik ingezien dat ik genezen ben van mijn jaloezie. 12 seconds later. Dat is, ja, vind je dat te intiem? Ja. Want kijk, zie je hoe hij haar vasthoudt? Ja. Lijkt wel of hij haar wil optillen. Zie je het? Ja. Zie je het? Ja, dat is Noortje. Noortje? Ja, dat is Noortje. What the fuck? Ja, hij hoeft daar echt niet zo aan te raken, man. Mensen moeten gewoon van je afblijven. En dit was dus de afspraak die dan verbroken is. Want en ik vertrouwde hem nog zo. Ik zat nog zo goed over hem te praten en nu doet hij dit. Hij heeft gewoon scheid aan mij. Teringleier, fuck you. Tijdens de date heb ik ingezien dat ik genezen ben van mijn jaloezie. Oh, zijn rug. Wat raak je zijn mooie rug aan, jongen, kutslet. Ja, ja. Wat is dat nou voor een opmerking? Maar ja, ik heb nog wel een appeltje met hem te schillen dan. Oh god, ik voel heel veel warmte. Hartstikke lekker. Dat kut Noortje, jongen. Ik pak nu een taxi daar naartoe en ik pomp er helemaal de grond in. Ze kent me nog niet, hè, maar ik pak terecht. Ik kan niet wachten tot ik je zie, schat. Je bent de lul. Zullen we feesten? Ik ben er klaar mee. Wat is er met haar? Die is niet helemaal goed. Oké, ik zal het even uitleggen. Ze waren aan het zwemmen. Dit is Noortje. Dit is Lester. Wacht, deze arm zat hier. En deze arm zat hier. En het zat echt zeg maar zo. Hij probeerde daar een beetje het water in te duwen, denk ik. Ik vind het wel een toneelspel van de bovenste plank, dit. Maar hij is dus degene die de regels heeft verbroken. En ik let er heel goed op dat Lester geen slechte beelden van mij krijgt. Heel goed. Wat ben jij goed bezig? Ik ben er echt heel bewust van dat Lester niet gaat denken van oh shit, dit of dat of dit of dat. En nu flikt hij dit. Dat ik denk, maar hoeveel respect heb je dan voor mij? Maar probeer het voor jezelf niet groter te maken dan het is. Nee, dat precies. Dat kan ook gewoon een geintje zijn, hè? Dat hij uit... Ja, maar... Dat kan ik even niet bij hebben nu! Ja, maar je hoeft geen meid op te tillen en in het zwembad te gooien. Ja, dat misschien wilde hij haar duwen of zo. Boeit mij niet, hij heeft haar helemaal vast. Dus je hoeft haar niet in het zwembad te duwen, snap je? Ik wil het er verder ook gewoon niet over hebben, want ik ben nu gewoon echt para. Ik ga een ghetto roken en ik zie jullie allemaal later wel. Ja, goed. Is niet goed. Nee, het is echt niet goed, dit. Het is gewoon kut, snap je? Want ik heb wel gewoon fucking veel respect voor hem. Ja, dat snap ik. En ik denk wel gewoon aan hem en hij denkt gewoon echt niet aan mij. En dat zie je ook gewoon. Maar was het een foto of een filmpje? Het was een foto en hij hield haar echt zo vast. Tijdens de date heb ik ingezien dat ik genezen ben van mijn jaloezie. Nou, wacht maar als ik die Noortje ziet, jongen. Die krijgt een klap in de gezicht. Nee. Jawel. Als wij op het vliegveld staan... Kom maar hier, schat. Pa! Ze weet niet, hè? Ze weet niet hoe sterk ik ben. Ik bos haar fucking hard. Ze weet echt niet wie ik ben. Zij is sowieso de lul. Sowieso. Maakt niet uit. Ik ben echt ready om haar gewoon helemaal de tering in te slaan. Zo. Als zij nu hier stond, dan was ze echt... Ik zweer het je, dan lag ze in het ziekenhuis. Maar waarom word je boos op haar niet op Lester? Als het zwart... Ja, ik ben ook boos op Lester. Hij is ook de lul. Hij krijgt ook klap, hoor. Nou, oké, gelukkig. Ja. Ik zeg je eerlijk, boeit me echt niet. Als ik nog één beeld krijg... Wat me niet aanstaat, ik stap die taxi in, ik neem mijn portemonnee in, ik zeg hier 50 euro. Boeit me niet hoeveel fucking pesa's dat is, peso's of pesies. Ben je nou zo dom? Ik ga naar die fucking villa toe en ik stompde helemaal de grond in. Helemaal. Helemaal. En hem ook. Hij is ook de lul. Nou, ja, gaat wel ver, toch? Oh, ik word heel Nou, dan heb je gewoon professionele hulp nodig.